Hey, welkom bij deze nieuwe vlog. Yay! Ik heb het een jaar lang volgehouden en vraag me niet hoe. Want ik heb natuurlijk regelmatig een moment gehad dat ik dacht, ik kap ermee, het is niks voor mij, ik krijg geen reacties en ga zo maar door. Ik heb een hele lieve post gehad van jullie. Een aantal van jullie die mij toch altijd trouw volgen, hoe blij jullie zijn met mijn adviezen. Ik heb een beetje geprobeerd feedback te krijgen. Wat jullie nu interessant vinden om te zien. Er werd toch wel heel erg duidelijk dat mensen mijn kennis daar graag naar luisteren. Dus jullie zijn daar erg blij mee. Mijn productkennis, mijn kennis van de huid. Ik heb natuurlijk een hoop mensen die ook al in de wekelijkse Skin Tip appgroep zitten. Deze week heb ik het gehad over voeding en de huid. Ik heb zelf lekker... Ik ben ook dingen aan het proberen. En ik heb lekker een nasi gemaakt, maar dan met bloemkoolrijst. Dus, en dan geen varkensvlees, maar kip. Dus super lekker. Ik vond het echt heel erg lekker. Dus ik ben daar ook mee bezig. En ik ben begonnen met sporten uiteraard. Het is gewoon een hele leuke week geweest. Het was wel wisselend. Het was heel zonnig met een zonnige ton. En vervolgens stormde het als een idioot hier bij ons. En ondertussen zitten Dick en Henny heerlijk in Spanje aan de sangria met netjes de Prevention Plus erbij. Daar ben ik ook super blij mee. Dus, en ik heb gezeten met Nicolien van de week om te kijken van, nou, hoe gaan we nu verder? Wat is nu verstandig? Waar word ik gelukkig van? En waar worden jullie gelukkig van? We hebben dus besloten om af en toe wel dingen die met mijn privé te maken hebben, dus mijn studie of af en toe wat grappige dingen, voorbij te laten komen, maar ik wil het meer gaan richten op mijn kennis die ik graag met jullie wil delen. Het straal maximaal wat ik wil, het maximale uit de huid halen en het delen van mijn kennis, dat wil ik graag. Ik wil de vlogs niet te lang maken. Ik wil ook meer korte filmpjes op social media gaan plaatsen over dingen. Misschien hebben jullie hem voorbij zien komen over de prevention, wat je eraan kan doen. En dus dat vind ik heel belangrijk. Dus ik ga het op die manier proberen. En ik hoop dat jullie mij feedback willen geven wat jullie ervan vinden. Als ik dus meer kennis ga delen. Ook ben ik deze week naar school geweest voor de intake. Zo, het is maandag en ik ben net op school geweest. Ik vind het zo gek om op die school rond te lopen. Ik weet niet... ik heb wat het idee dat ik al heel oud ben als ik daar loop. Maar het is helemaal niet zo, want er lopen er mensen die nog veel ouder zijn dan ik. Dus wat dat betreft vind ik het superleuk. Nou, ik heb mijn studiecoach natuurlijk gesproken. Ik moest over mijn werkplek hebben, maar eerst over mezelf. Ik zeg, nou, heb je er zin in? Wat vind je leuk? Ik zeg, nou, ik vind eigenlijk tot nu toe naar mijn idee alles leuk. Ze hebben het eerste semester, of eigenlijk het eerste jaar, een beetje besproken. Maar het eerste semester is natuurlijk het belangrijkste. Het ging vooral over, het eerste semester gaat over pigmentproblemen en huidtumoren. Vooral hoe je mensen gaat helpen. Of althans, als je iets ontdekt, dus voornamelijk zonschades, dat soort dingen. Wanneer stuur je iemand door? Hoe doe je dat zonder dat iemand zich zorgen gaat maken? Nou, dat doe ik eigenlijk al heel veel. Pigmentproblemen heb ik natuurlijk in de salon ook heel veel. Ik moet 3 patiënten gaan behandelen. Althans, behandelen hoeft niet, maar ik moet een behandelplan of een protocol gaan maken. Maar behandelen mag zeker. Kan ik er namelijk gelijk een onderzoek aan vasthangen. Even denken, waar hebben we nog meer over gehad? Nou ja, dus over die huidtumoren. Toen zegt ze wat heel belangrijk is. Uiteindelijk komt er een moment dat je ook... je moet gaan verdiepen in de zonbescherming. Hoe en wat, hoe dat allemaal werkt. Ik zeg, nou, dat is mooi. Ik zeg, want dat doe ik al. Ik heb zelfs een vlog ervan gemaakt. Ik deel heel vaak hoe het nu zit met UVA, UVB, infrarood, het blauw licht. Wat je er allemaal tegen kan doen. Hoe het zit met de SPF-variant. Oh, zegt ze, nou, dan kan je dat allemaal zo doen. Ik zeg, nou, als ik eerlijk ben, heb ik wel dat idee nu. Maar het is heel vrijblijvend, die opleiding. Althans, je moet het natuurlijk allemaal halen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat, als je niet wil komen, dan kom je gewoon niet. Maar je moet wel alles halen. Verder, ik vond het gewoon superleuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Mijn werkplek is goedgekeurd. Vooral omdat ik zo'n enorm groot klantenbestand heb. Dus ik heb altijd mensen met bepaalde problematiek die ik zou kunnen vragen. Dat ga ik ook zeker doen. Ik wil ook echt bepaalde behandelingen met klanten gaan opbouwen in de salon. En dat voor de studie gebruiken. Dus dan krijgen mensen bepaalde kortingen. Dan wil ik behandelen. Maar dan moeten ze zich wel aan mijn protocol houden uiteraard.
wat komt er allemaal nog? Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik vind het echt heel leuk. 2 september ga ik van start. Wat heb ik verder? Ik heb een bruidje gehad. Ja, dat is een bruidje die... Een meid die komt altijd al bij me voor de wimpers. Altijd 1-op-1. Nu heb ik maandag de wimpers afgehaald. En nu heb ik donderdag weer een nieuw set 3D wimpers geplakt. Om het toch wat mooier te hebben voor de bruiloft. En vandaag, het is nu namelijk vrijdag, heb ik de bruidsmake-up verzorgd. Maar ook van haar zussen en haar tante en haar nichtje. En de moeder. Dus hartstikke leuk. Er was een videograaf en die heeft wat shots gemaakt. Dus die gaat kijken of die eventueel van mij een mooie clip kan maken. Bruidsmeisje gedaan. En de bruidegom was super enthousiast. Die vond het make-up erg mooi. Dus het was heel erg leuk. Daar ga ik vanavond nog even naartoe. Maar ik ben in ieder geval super tevreden over de make-up. En het is nu Pinksteren. Dus daar wil ik even op terugkomen. Want ik besta een jaar. Ik heb al aangegeven vorige keer dat dit hele weekend. En dat doe ik maandag erbij. Dat de Prevention Plus met 20% korting is. Dus alle Prevention Plus en de Brussion Blok. Dus overal van de SPF. Die sowieso. Iedereen die een bestelling doet, krijgt deze toilettas erbij. Bij besteding allemaal vanaf €50. Want ik moet wel een beetje een keuze maken. En vanaf €50 is de verzending gewoon helemaal gratis. Dat is dus zaterdag, zondag en maandag. Nou, jullie zien dit nu. Als het goed is, is het zondag. Dus je hebt vandaag en morgen nog om te bestellen. Dan wordt het dinsdag of woensdag verzonden. Dat hangt af van het aantal bestellingen natuurlijk. En ik ga proberen, want Henny is er niet. Dus ik moet alles in mijn eentje doen. Dus ik ga hard mijn best doen om het allemaal op tijd in orde te krijgen. Ik heb nog wat leuke magazines. Ik heb sampletjes erbij. Dus dat komt helemaal goed. Dan wil ik jullie nog even wat delen. Want dit is de nieuwe zomeractie. Daarbij krijg je dus een strandtas. Dan krijg je een prevention naar keuze. De Waterburst. De Andy Lip Balsam. En daar zit een sampletje bij van de nachtcreme van de Illuma. Daar ga ik een los filmpje over maken met de complete uitleg van de set. Hij is €138. Dan krijg je een gratis strandtas, krijg je erbij ter waarde van €30. En je hebt dat sampletje van die nachtcreme erbij. Die dus echt heel erg gericht is op pigment. Dus om te zorgen dat je huid mooi egaal is. Maar daar ga ik een los filmpje van maken, anders wordt het weer een hele lange vlog. Zorg dus dat je er op tijd bij bent. Vier met mij dit eenjarig vlogjubileum. Ik ga dus wel door met vloggen, maar het vloggen ga ik dus meer met kennis delen doen. Door de compactere vlogs. En ik ga proberen meer korte filmpjes op mijn social media, zowel Instagram als Facebook, te plaatsen. En heb je een vraag of wil je ergens meer over weten? Laat het me even weten. Dan zorg ik dat dat langskomt in een filmpje. Of dat ik het meeneem in de vlog. Ik ga nu lekker een broodje eten. En ik zie jullie weer volgende week met een nieuwe vlog. En we gaan gewoon het nieuwe jaar weer beginnen. Bedankt voor het kijken naar deze leuke vlog. Althans, vind ik zelf. Want ik heb besloten dat ik al mijn dingetjes weg ga geven. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!